De leeftijd voor boostervaccins is nu gesteld op 18 jaar en ouder. Eerder hanteerde het Nationaal COVID-team, NCT, voor boostervaccins de minimumleeftijd van 40 jaar. Javier Assin, coördinator van het NCT, geeft aan dat de leeftijdsgrens omlaag is gebracht vanwege de gevaren die de Omicron-variant met zich meebrengt. Zag ik nieuwsberichten over dat AstraZeneca niet werkt. Dat is een misleidende kop boven een bericht waarin staat dat twee doses vaccin van AstraZeneca onvoldoende beschermen tegen besmetting. Maar wat blijkt is dat wanneer je er een derde dosis bij doet, dus de booster, wat wij de booster noemen, dat juist dan wel voldoende bescherming is tegen besmetting. En dat er ook voldoende bescherming is tegen een ernstig ziektebeloop. Dus dat is wel heel belangrijk om mee te nemen. Ook bij Pfizer is het zo dat je van waar voorheen je 80% beschermd was tegen besmetting en ziekte, dat nu gedaald is naar 33%. Maar doe je er een derde dosis bij, dan kom je op 75%. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dus boosters zijn heel erg belangrijk. Boosters zijn overigens niet iets uitzonderlijks. Dat is iets wat gebruikelijk is. En zeker bij een jong of een virus dat pas bestaat, waarin het lichaam om na de zoveel tijd een oppepper nodig heeft om de weerstand opnieuw op te bouwen tegen een infectie met het echte virus. En dat betekent, als we kijken naar een termijn van 5 maanden geleden, dat er nu ongeveer 45.000 mensen een boostervaccin, dus een derde dosis, toegediend moeten krijgen. En we hebben, zoals ik al zei, 15.000 toegediend. Dus er zijn nog 30.000 mensen die nu, op dit moment, vandaag, in aanmerking komen voor een booster. Assin benadrukt dat de Omicron-variant 3 keer besmettelijker is dan de Delta-variant. En aangezien Suriname een lage vaccinatiegraad heeft, minder dan 40% van de totale bevolking, is voorzichtigheid geboden. We weten niet hoeveel mensen uiteindelijk voldoende immuniteit hebben opgebouwd door een infectie. En daarom moeten we toch voorzichtig zijn in Suriname, zeker ook omdat ons zorgsysteem niet veel aan kan en ook nog eens heel veel minder aan kan dan in de eerdere golven door de brain drain die we hebben gehad. De ziektes en de uitval van de personen die in volle kracht waren bij de vorige golven. Dus dat maakt dat we toch met zorgen kijken naar Omicron. De NCT-coördinator geeft aan dat het toedienen van de boosterprik niet voor de lol is. Hij zegt dat mensen die niet gevaccineerd zijn en ook geen COVID hebben gehad, het grootste risico lopen om besmet te raken met de Omicron-variant. Assin sprak gisteren tijdens de COVID-19-persconferentie in het perscentrum van het kabinet van de president.